Goedemorgen. Hey Marijn. Wij zijn hier wakker geworden in het mooie Corendon Vitality Hotel in Amsterdam. Ja, je klinkt wel nog een beetje slapen. Oh, ik ben nog een beetje moe, zeg. Ja. Maar het ontbijt staat te wachten, dus we moeten een lekker ontbijtje gaan nemen hier beneden. En ik ga me eerst nog even douchen, want ik kan niet naar de ontbijtzaal zonder ik gedoucht heb. Ik ga wel zonder mij te douchen naar de ontbijtzaal. Ik ga gewoon mijn haar in een knotje doen. En daarna gaan we ook nog gaan zwemmen na het ontbijt. Dus ik vind het een beetje zonde om nu eerst mijn haar te gaan wassen. En dan daarna terug te gaan zwemmen. Dat is een beetje dubbel natuurlijk. Dus, gisteren waren we hier al eens naar de wellness geweest, heel even kort. En dat is heel erg leuk, heel erg ruim. Je hebt heel veel verschillende zalen. En onze favoriete is het zwembad. Zwembad, hè? Ja, tuurlijk. Maar ze hebben ook een heel erg leuk strand. Ja, dat is waar. Maar zullen we nu gewoon straks naar het zwembad gaan? Ja, dat is goed. En daarna duiken we dan de stad in. En we willen heel graag naar het Anne Frank Museum, hè? Ja, maar we hebben gisteren online gezien dat er wachttijden tot 3 uur kunnen zijn. Ofwel online tickets moet aankopen. Maar blijkbaar zijn alle online tickets voor de komende 2 maanden gewoon uitverkocht. Dus ja, dus we verwachten een gigantische drukte daar. Ja. Maar als het niet te druk is, dan gaan we wel even gaan kijken. Ja. En als het daar over de koppen lopen is, dan... Ja, gaan we wel niet naartoe. Nee, dan doen we dat niet. Ze hebben een beetje van alles wat. Vind je iets wat je wil? Zeker, dan hebben ze heel veel fruit. Oh, dat vind ik leuk. Ze hebben cornflakes, voor wie het wil. Er zijn veel verschillende. Er zijn heel veel thee. Ja. Je kan hier ook zo je eigen brood toasten. Dan gaat het door zo'n machientje, een rolbandje. Dan geeft het vanzelf terug, wanneer het klaar is. Heel veel verschillende broodjes en croissants. Dat vind ik altijd zo fascinerend. Ze hebben hier zo'n vers fruitsapperser. Kijk. Hier gaan ze ook gewoon door. Oh. Dat is een goed gevuld glas, hoor. Dat is niet alles, ze hebben ook nog warme gerecht. Wat zit eronder? We gaan kijken. Eitjes. Meer ei. Kaas. Nee, dat is gefrituurde patatjes, denk ik. Ah. En dan hebben we zo spek en worst. En tomaat en bonen. Kijk, voor ieder wat wil. Je kan stevig ontbijtje nemen, je kan het voor iets lichter gaan, iets gezonder of iets cornflakeser. Je kiest maar gewoon en ze hebben voor ieder wat wil. Super. En voor wat zijn we gegaan? Wij gaan voor een lekkere chocopops met daarbij sojamelk en twee broodjes en ook nog een beetje yoghurt. Mm. En jij? Ik heb hier 2 broodjes genomen met wat vlees en dan nog 2 zoete koeken. Smakelijk. Smakelijk. Het was een lekker ontbijtje, hè? Heerlijk, echt heel lekker. Ik heb zoveel gegeten. En nu wil ik nog graag een beetje gaan zwemmen. Oké, dat gaan we dan nu gaan doen. Zit je weer in het zwembad? Ja, heerlijk. Ja. Het is ook heel warm, hè? Heerlijk. Ik ga erin springen. Zwemmie gedaan. Ja, nu zijn we helemaal proper te gewassen en klaar om een beetje de stad onveilig te maken. Hier vlakbij is er ook nog een metro of een tramstation. En dan gaan we straks even een tram nemen om naar het centrum te gaan. We gaan lekker met de tram naar Amsterdam. Ja. En we laten hier een beetje vuil onze kamer achter. De dekens zijn een beetje, we hebben er een boeltje van gemaakt. Hè? Ja. De tram heeft ons afgedropt aan de Dam. Ja. En vanaf de Dam gaan we nu naar het Anne Frank Museum. Eens gaan kijken of het daar niet te lang aanschuiven is.
En als er geen rij staat, of als het niet te lang aanschuiven is, er zal wel een rij staan, maar als die niet te lang is, dan gaan we dat museum eens bezoeken. Ja. Is dat eigenlijk een museum, dat Anne Frank Huis? Het is een huis en een museum in één. Dus hier is ook wel leuk, als jij ook al eens ooit in het Anne Frank Huis geweest bent, dat je even hieronder in de comments achterlaat hoe jij dat vond. Mooi hè, die Amsterdamse grachten. Zo romantisch. Oh, daar gaat ons een boot over varen. Oh nee, toch niet. Dus even wachten bij het Anne Frank Huis. Er is nu al een wachtrij voor het tijdslot van 3:30. Van 3:30. En het is nu slechts 1:00, zodat de mensen nu al 2,5 uur hier is dat aan te schuiven. Ja. Gek gewoon, kom. Ja, we gaan iets anders doen. Ja. Een beetje te gek om nu al te gaan aanschuiven voor iets eigenlijk. We zullen wel de volgende keer gewoon online proberen tickets te kopen en dan een keer terug opnieuw naar Amsterdam. Of weet, kunnen we gewoon even nog terugkomen wanneer het tijdslot open is gegaan. Nu staat het. Ja, die meneer vertelt net dat er nu 2,5 uur mensen aan het wachten zijn, dat het eigenlijk heel weinig is. En ik had ook al online ook aan dat heel gemakkelijk ook oploopt tot bij 3 uur. Ik ga echt niet 3 uur wachten voor een huis. Jean haat wachten. Ja, maar jij ook. Jij zou ook nooit 3 uur in de lijn gaan staan. Nee, maar ik wil het wel heel graag zien. Ja. Dan wil ik zeggen, je moet misschien een keer online tickets kopen. En misschien voor juni of zo. Want ja, april en mei zijn beide altijd ook al uitverkocht. Dus we moeten misschien een keer kijken voor tickets in juni of juli. En dan komen we wel eens een dagje terug voor Anne Frank Huis. Trouwens, ook de aanschuifrij voor mensen die wel online tickets hebben aangekocht was ook al 40 minuten. Vind ik eigenlijk ook al veel te lang. Zo raar, hè? Zou die man dan zo blijven zitten? Of die vrouw, ja. Die hangt gewoon in de lucht. Ja, sterk. Heb je weer pijn gedaan? Ja, ik ben er net gevallen. Kan je eens even kort schetsen wat er gebeurd is? Je moet het niet opnieuw doen. Het was zo dom dat ik het zelfs niet opnieuw kan doen. Nee, maar vertel maar. Ik ging er net de paskamer zoeken. En ik zat net een roltap op en die ging dus naar onder. Maar toen ging naar beneden. De paskamers waren boven. Dus zij ging een roltap naar beneden. Toen zei ik, de paskamers zijn boven. En ik was terwijl aan de paskamers naar boven aan het gaan. En ik hoorde opeens een enorme knal. En keek achterom. Ze was dus op die roltrap die eigenlijk naar beneden ging, was ze er naar boven aan het stappen. En op de laatste trede was je dan waarschijnlijk gevallen, want je lag op het dat ijzer, dat dingetje hier. Ja. Heb je pijn gedaan? Dom. Ja, toch wel. Mijn knieën doen heel veel pijn, want dat is ook zo dom. Dus zeker geen aanrader. Schattig. Het zijn dan eigenlijk de momenten waarvan ik hoopte dat ik het op film had. Ja, haha. Eigenlijk zou het ook wel grappig zijn om achteraf opnieuw te zien, denk ik. Maar op het moment zelf was ik wel een beetje bang dat ik vast kwam zitten of zo. Ben je op je knieën gevallen? Ja, mijn beide knieën doen heel veel pijn. En deze knie die bloedt ook een beetje. Bloed? Are you want to pick one? More easy for you? Yes. No problem. Whatever you want. Was het zo? Hello. Hello. Hey. Next time the people, come inside. Oké. Voilà. We zitten nu bij Pasta Pasta, een pasta bar in Amsterdam. Ja. Wat heb je hier? Ja, pasta natuurlijk, hè. En je kan het naar believen, kan je het met toppings en zo aanvullen, je pasta. Grappig dingetje, ook heel leuk interieur. Ja, dat is ook heel grappig. Hier hebben ze basilicum staan op de tafel als plantje. Dus je kan zelf basilicum op je eten doen als je wilt. En kijk, zo een hele leuke tekening daar. En die heeft een penny à la vodka, denk ik ook. Ja, penny à la vodka. Ja, ik heb trouwens juist dezelfde besteld, enkel dan zonder bacon erbij. Maar hij is er nog niet, hè? Je moet nog wachten. Nee, ik moet nog wachten. Kijk, ik heb niets. Maar misschien moet je nog wel even vertellen waarom je precies de penny à la vodka hebt genomen. Ja, dat was ons favoriete gerecht in Disney World. We hadden een Italiaans restaurant. En daar hebben we toen penny à la vodka gegeten. Dat was heel erg lekker. Ja, vandaag bestellen we dat dus opnieuw om nog even in de stemming te komen. En is deze ook heel erg lekker zoals in Amerika? Dat is niet hetzelfde. Nee. Angeline heeft weer een lunchwinkel gevonden natuurlijk. En daar is ze nu al... toch alweer een half uurtje binnen. En die is heel lekker. We hebben ook de... Ik ben heel benieuwd wat erin zit eigenlijk. Ja. We hebben ook de Pink Flamingo. Daar dus ook voor bubbels. Maar daar kan je meerdere keren mee doen. Ja, zo onder de kraan houden. Ja. Ja. Dit is ook nog heel koud. En ik ben een strik buiten. Ik heb heel erg weinig gekocht. Ik heb 1 badbal, dat is appelbad. Nogmaals, de appelbad, die vind ik echt zo goed. En dan heb ik ook nog de Big Shampoo met daarin zeezout. Ik ben heel benieuwd. Ik heb er heel veel over gelezen online. Dus,
Veel plezier ermee. Dank je. We hebben een leuk dag gehad. Ja, het was heel leuk, want het was ook al enorm zwaar. Heel dat ze rondwandelen en dan onze winkelzakjes dragen. Amai. En nu zitten we terug op de tram, richting onze auto, richting ons hotel eigenlijk, waar ook onze auto staat. En dan rijden we weer terug naar België. Het was heel fijn. Ja, dat was een heel leuke dag. Ik hoop dat jij het ook een beetje fijn vond. Toen dan zeker de duimpjes omhoog. Laat eens even iets onder weten in de reacties. En heel graag tot een volgende. En ik mag ook nog altijd abonneren en ring de bel. Ring de bel om zo iedere vlog vanzelf in je mailbox te krijgen. Tot morgen. Bedankt om te kijken naar deze video en als je meer wilt zien, dan klik je maar even op een van deze buttons.